Het is tijd voor een nieuw werkstukje. En um, dit keer wil ik het hebben over een demo die ik in 2012 heb gezien in LA. En ja, daar zie je hem eigenlijk al. En het is een van de meest mysterieuze games game demo's, eigenlijk die ik heb meegemaakt. Want ik denk dat de, de kenner het al een beetje ziet. Dit is Star Wars 1313. Deze demo, waar ik het in deze, dit werkstukje over ga hebben, die, die nam de wereld eigenlijk uh, in één keer. Pakte die bij de lurven. Iedereen had het erover om binnen een jaar volkomen te verdwijnen. En we hebben de game nooit meer gezien. En uh, ja. De laatste weken wordt er weer veel over Star Wars gesproken hier uh, op de redactie. Dat uh, kan ook niet anders. Ik bedoel, uh, Koos en Jelle zitten tegenover me. Joey uh, komt vaak binnen. Daan komt vaak binnen. Steven is er vaak. Oh, Star Wars dit, Star Wars dat. En in één keer herinneren me ik weer aan die, ja, die Star Wars 1313. 13. Ik bedoel, 2012 werd deze demo getoond... Op de E3 beseft dit even wel. Hè? Ik bedoel, 2012. Kijk naar wat je ziet. En denk dan terug naar 2012. Hoe zagen games er toen uit? Het was bizar. Ik ga nu niet beweren dat ik dit als de dag van gisteren me kan herinneren. Want dat is niet zo. Uh, wat ik wel weet is dat dit voor heel veel mensen. En ook voor mij. Terwijl ik echt helemaal niks met Star Wars heb een van de games van de show was. Ik bedoel, niemand had het zien aankomen... en iedereen had zoiets van... holy fucking shit... wat is dit wreed? Wat ziet dit er achterlijk mooi uit. Voor um, ongetwijfeld heeft het bij ons op de wall gestaan. Um, dat soort zaken allemaal. It, 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 bizar. Um, wat je zag was... Um, ja, een, een game die vele malen donkerder was... Dan wat je gewend was uh, op dat moment van, uh, van Star Wars games. Het is gemaakt natuurlijk door uh, LucasArts. En LucasArts uh, ja, maakte veel games. Veel met lightsaber en dat soort werk. Terwijl hier toch uh, veel meer geschoten uh, was. Uh, veel grittier. En um, wat je zou gaan krijgen, wat men beloofde, was... Ik lees het even. Voor fast-paced gadget- en weapon-based combat... using tools exclusively, exclusive to bounty hunters... rather than force- and lightsaber-based content. Het ging natuurlijk allemaal om Boba Fett. Um, je speelt een bounty hunter die uiteindelijk dan weer... door Boba Fett gepakt wordt. Uh, meer weten we eigenlijk ook niet heel erg. En het speelt zich af in... Level 1313. En wat is 1313? Nou weer, nou, level 1313 was een level uh, in de wereld van Coruscant. En mij zegt het niet zoveel, maar ongetwijfeld dat Karls en Jelle hier alles van weten. En waarom heette het level 1313? Dat kwam omdat het was... Uh, het lag namelijk op 1313 levels afstand van het hart van Coruscant. En daar was dan weer een. Het is een portal naar de onderwereld. Het was, het was een duist. Een beetje cyberpunk-achtige vibe die je hier ziet. En let wel, nog een keer: 2012. Dit was een tijd zo ver vooruit. Gemaakt op de Unreal Engine. Um, ja, dat. dat het, het afleveren van een waanzinnige Star Wars game. leek voor iedereen eigenlijk appeltje eitje. Alleen. Ja, de historie vertelt toch duidelijk wat anders. Want 2012 werd de game vertoond op uh, de E3. Uh, op de Gamescom van dat jaar werd er ook nog wat van getoond. Uh, dan was er bij Spike TV... Uh, daar werd nog... Uh, de, ja, dat was ook nog wat van te zien. Meer behind the scenes, hoe ze hiermee aan, de, aan, aan, de, uh, uh, aan het werk waren. Ongeveer zo'n 100, 150 mensen werkte hier aan bij LucasArts. Maar... Op 3 april 2013 um, ja, werd wereldkundig gemaakt dat Lucas Arts. Uh, <clears throat> nou ja, Walt Disney Company, die de eigenaar was, die, die, ja, die had eigenlijk alle interne ontwikkeling van Star Wars Games stopgezet. St Star Wars werd niet meer maar Games werd niet meer zelf gemaakt door Lucas Arts. Waarom niet? Als je een game maakt, investeer je er geld in. Je, weet, je hebt nooit de garantie dat je dat geld weer uitkrijgt. Je neemt dus gewoon risico, uh, hebt het met zich mee. Nou ja, je weet met Star Wars... Uh, sommige films zijn volgens de Star Wars-fans waanzinnig. Andere films vinden ze helemaal kut. Uh, er is niks zo picky en uh, 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 kieskeurig als een Star Wars-fan. En dus um, had Walt Disney gewoon financieel besloten van... Weet je wat? Wat we gaan doen, is we gaan licenseren. We gaan licenseren en dat betekent dus dat... andere bedrijven, andere development studios... die veel meer manschappen hebben, veel meer kwaliteiten misschien wel in het maken van games. Uh, die kunnen de licentie aanvragen. Dan moeten ze gewoon even een plan indienen van dit en dit gaan we doen. En zo, zo ziet het eruit. En we gaan gebruik maken van dat stukje lore uit Star Wars. Nou, en als Walt Disney dat dan goedkeurde, dan konden ze aan de slag met de game. In plaats van dat ze het zelf uh, deden. En alle projecten waar ze mee bezig waren, waaronder de Star Wars 1313, werden gecanceld. Daar zit. Daar zitten heel veel projecten bij. Ik bedoel, ik heb ooit een keer een item gemaakt... over al die Star Wars games die er ooit zijn gemaakt. Dat zijn er echt heel veel. En daar zitten ook heel veel projecten bij die nooit zijn uitgekomen. Maar 1313... Is eigenlijk het enige project. wat tot op de dag van vandaag. nog steeds leeft. Doe als je naar Reddit gaat. Uh, en, je, en, je, je en je, je, dan, dan in het zoekfunctie. doe je gewoon. Uh, Star Wars 1313. Er is altijd nog wel een thread. Uh, waar mensen op dit moment nog bezig zijn. van. Komt het weer terug? Ik denk dat het, dat het in die game zit. Ik denk dat het in die game zit. Anyway. Um, de, game, de projecten zijn stopgezet. En het enige wat. Uh, Disney, de, de, de woordvoerders in Disney. zeiden. Uh, Kijk, het interne team, het team wat daar aan bezig was, wat dus dit gemaakt heeft, dit verhaal gemaakt heeft, dat is weg. Dat is helemaal uit elkaar gevallen. Die hebben overal andere banen gekregen. Uh, maar als er bedrijven zijn die dit willen afmaken of hiermee willen doorgaan, want het schijnt dat ze al best wel een end op stoom waren, uh, dan kan dat. Alleen niemand, tot mijn grote verbazing, heeft daar eigenlijk ooit serieus op gereageerd. Ik zou ook niet weten. Waarom? Um, er zijn wat verhalen dat dit eigenlijk meer ja FMV-achtig was, dat dit gewoon eigenlijk totaal niet kon op dat moment, dat dit zeg maar gameplay-wise op geen enkele console uh, te draaien was in die tijd. Dus dat je er eigenlijk niet zoveel in had. Maar in ieder geval. Niemand voelde zich geroepen om deze game op te pikken en met zijn team verder te maken. En dat betekende um, um, ja, dat de game dat de licentie bleef liggen. En in 2014, um, hebben ze eigenlijk aangegeven. Ja, ze hebben de, de trademark. De IP-rechten hebben ze eigenlijk niet meer verlengd op Star Wars 1313. Dus feitelijk betekent dat dat je nu weer die naam zou kunnen gebruiken. Uiteindelijk moet je dan wel weer naar Disney toe. Want de naam Star Wars mag niemand gebruiken. Maar uh, Star Wars 1313, uh, die. Ja, die. Dat, dat bestaat feitelijk niet meer. En. Uh, ja. Dat betekent ook gewoon dat de game dood is. Het, het is er niet meer. En het wordt ook uh, uh, absoluut niet meer gebruikt. Uh, er is nog sprake geweest in die tijd dat IE misschien daarna zou gaan uh, kijken. Want die stapte al vrij snel in het maken van de Star Wars-games. Die kregen eigenlijk de exclusieve licentie op een gegeven moment. Terwijl. Sinds dit jaar volgens mij de licentie weer open is. Dat betekent dat al die partijen kunnen Star Wars games maken. Nou, Daar komen er geloof ik nu 491 uit. Dus iedereen springt er ook bovenop. Met het gevaar natuurlijk dat je gewoon een gigantische flopper maakt. Want Star Wars fans zijn ontzettend kieskeurig. Um, maar IE heeft er eigenlijk nooit wat mee uh, gedaan. En uh, In 2015 is eigenlijk een beetje het laatste teken van leven uh, toen Kathleen Kennedy um, dat was de baas van uh, 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 Lucas uh, Lucasfilm dat bedrijf bestaat nog wel. Um, ja, dat, die zei ook van die game en de concept art die we gemaakt hebben. En, en mogelijk ook de beelden die je uh, de hele tijd voorbij ziet komen. Dat, 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 dat was waanzinnig. Dat was echt... Daar zat zoveel in. Uh, met name ook dat gritty gedeelte. Uh, daar had heel veel mee gekund. Maar helaas, uh, er is nooit meer wat mee gedaan. Dus ook zij geeft gewoon aan van het is stopgezet. En wat mensen nu eigenlijk ook wel vaak zeggen... En, een beetje een gevoel wat ik ook heb, is um, dat Disney toch probeert uh, familievriendelijk te zijn als het gaat om Star Wars. Ik bedoel, uh, ze willen geen mature. Shit maken. Iets wat heel veel diehard Star Wars fans natuurlijk wel willen. En die wereld van uh, 1313, dat, dat, dat ondergrondse level. Die stad uh, die eigenlijk een beetje zo en Gomorra was, waar je als bounty hunter achter, de, achter allerlei uh, criminelen aan zat. Uh, dat past misschien niet helemaal meer bij de aanpak waar uh, Disney op dit moment voor staat. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn dat die game niet echt meer is opgepakt. Uh, ja, eigenlijk. En dat is um, ook. Um, ben even zijn naam kwijt, maar Bloomberg, uh, iemand uh, die, uh, die, die daarvoor schrijft, dat, dat is een van de laatste verhalen die ik heb over kunnen vinden. Uh, die heeft ook aangegeven uh, dat deze game. 1313 nooit meer gaat komen. De uh, game is nu, en dat was 2021 toen dat verhaal geschreven werd, is uh, uh, acht jaar oud. De engine is acht jaar oud. Alle mensen die werken al lang ergens anders. Die hebben er heel lang niet aan gewerkt. Het is dood. Dat, dat gaat niet meer opgepakt worden. Zoiets kun je niet meer uh, uh, tot iets maken. Wat het is. Wat wel zo is, is dat men toch steeds meer gaat kijken naar het type game, wat 1313. Leek te zijn, namelijk een beetje een uncharted-achtige verhalende aanpak van Star Wars. En uh, ja, Battlefront is natuurlijk een beetje een succes geweest, maar ook dat is toch wel heel veel een shooter uh, ook een beetje gericht op multiplayer. Dan zie je toch dat, dat 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 vaak die kant op gaat, uh, maar dat heleboel mensen zeggen. Een Uncharted aanpak van een Star Wars-game. En dat zou Star Wars 13.13 13 zijn geworden. Dat zou waanzinnig zijn. En Amy Hennig heeft bijvoorbeeld voor Visceral Games een tijd lang gewerkt aan een Star Wars-adaptatie. Alla Uncharted. Uh, nou ja, Visceral Games is weer. nekje eraf uh, door IA. Dus dat is ook nooit uitgekomen. Op een of andere manier uh, durven bedrijven. Dat niet aan mogelijk, omdat ze weten dat Star Wars-fans nogal kieskeurig zijn. En er zijn best wel veel regels waar je aan moet voldoen. Uh, om zomaar uh, uh, eigen Star Wars-verhalen te maken. Um, maar mijn gevoel zegt wel dat bij al die nieuwe games waar ze nu mee bezig zijn. dat we. Een spirituele opvolger van een Star Wars 1313 gaan krijgen. Um, nogmaals, als ik Koos erover hoor en Jelle erover hoor. Een verhalende game. Gewoon met een misschien wel redelijk lineair-achtig, mooi Star Wars-verhaal. Waarbij je echt een beetje een Hollywood-gevoel krijgt. Misschien ook juist wat donkerder. De uh, Mandalorian-achtig. Ja, waarom niet? De tijd is er uh, rijp voor. Wie dat gaat doen, zou ik helemaal uh, niet, niet weten. Dus. Al met al, um, Star Wars 1313, 13. eigenlijk is dat ook wel mooi dat die game niet na tien jaar nog wordt opgewekt. Denk aan bijvoorbeeld Duke Nukem Forever. Ik bedoel, ook zo'n zo mythische... Game die nooit een vervolg kreeg, en opeens na tien jaar gingen ze toch nog een vervolgje doen. En het was oude, belegen gameplay-meuk die alleen maar afbreuk deed aan de franchise. Wie weet, moeten we dat niet doen? Um, het is een mythe. Het, het, het was de tijd ver vooruit. Nogmaals, iedereen stond echt met verbazing te kijken naar die demo op e 3 We hadden het er allemaal over, dat, dat kan ik me nog wel herinneren. Ook op de E3 en uh, na afloop met de community. Uh, in 2016 ook wel leuk, geek.com. Um, die hebben Star Wars 1313 uitgeroepen tot game van het jaar. Terwijl die game er helemaal niet was. Er zijn previews van geschreven. Um, en dan is het eigenlijk ook wel mooi dat het. dat het er nooit meer is gekomen. Maar. dat demo's niet een volledige game krijgen. Dat gebeurt vaak. Nogmaals, ik denk dat je. 80% van wat er gemaakt wordt qua games en demo's. En, en nieuwe concepten zie je niet. Die, die sneuvelen al gewoon op de tekentafel. Uh, maar een demo die zoveel potentie had, die zoveel uh, uh, beroering teweegbracht bij zowel niet- als wel Star Wars fans, die vervolgens compleet verdwijnt, omdat Lucas Arts uh, geen games meer wil maken. En niemand denkt van hé, hey, wacht eens even. Uh, nou, iedereen had het hierover, weet je wat? Ik ga het oppakken en ik ga het maken. Dat zorgt ervoor dat dit gewoon uh, zoiets blijft, wat je, ja, wat voor de eeuwen, eeuwen meegaat. Bedoel, we zullen het er altijd over blijven hebben. Wat als Star Wars 1313 13 wel was uitgekomen? Wat als er wel een game was van gemaakt? Nou ja, dan kan ik alleen maar eindigen met een uh, gezegde van mijn oma uit Twente. Die zei altijd, uh, as, dat is verbrande turf Ofwel, als bestaat niet. Uh, er is geen als, het is er gewoon niet. Maar bizar blijft het wel.